Mijn naam is Jolanda de Bie. Ik ben operationeel manager bij ElectroABI. Wij zijn gevestigd in Haarlem en zijn actief in de aandrijf- en besturingstechniek. Een duidelijk verhaal. We hebben het thema voor de industriële week. Fit for the future, we know how. Op welke wijze kunnen jullie met jullie producten en diensten de klant klaarstomen voor de toekomst? Wat ik net al aangaf, wij zijn actief in de aandrijf- en besturingstechniek. En dan met name op het gebied van de klantspecifieke oplossingen. Daardoor krijgt de klant eigenlijk een individueel op maat gesneden product. En dat houdt dus ook in dat zo'n product altijd aangepast is aan de laatste technologische ontwikkelingen. Maar dat we ook andere belangrijke ontwikkelingen meenemen. Moet je denken aan bijvoorbeeld energie- en duurzaamheid, thema's die nu erg spelen, die worden meegenomen. We streven er ook naar om de cost of ownership voor onze klanten zo laag mogelijk te houden. Dus dat doen wij door bijvoorbeeld het leveren van kwalitatief hoogwaardige producten. Maar ook door een optimale ondersteuning, zowel voor als na de levering. Bijvoorbeeld in de vorm van bedrijfsstelling van een product of een stukje service. En we zijn een heel oud bedrijf. We bestaan al sinds 1922. Dus je kan met recht zeggen dat wij continuïteit hoog in het vaandel hebben staan. We hopen dus ook dit nog lang voort te kunnen zetten en dat we ook in de toekomst onze klanten nog kunnen ondersteunen. En op deze manier willen wij onze klanten ondersteunen om optimaal klaar te zijn voor de toekomst. Oké, duidelijk. Als je nou kijkt naar de 5 subthema's. We hebben energie, milieu, veiligheid, partnership en innovatie. Je noemde net al even energie, maar welke springt er voor jullie nou echt bovenuit en waarom? Nou, eigenlijk besteden we binnen het bedrijf aandacht aan alle 5 deze thema's. Te meer omdat ze eigenlijk onderling ook allemaal met elkaar samenhangen. Maar ik mag er maar eentje kiezen, dus dan zeg ik toch dat innovatie het beste past bij ons bedrijf. En waarom dan specifiek innovatie? Wat ik net al aangaf, we richten ons met name op klantspecifieke oplossingen. Innovatie is daarbij cruciaal. Alleen door constant innovatief bezig te zijn, kan jij optimaal inspelen op de wensen van de klant. Wij hebben als een van de weinige bedrijven in de branche beschikken wij nog over een eigen productiefaciliteit in Nederland. En daardoor zijn wij dus ook in staat om heel flexibel die productinnovaties daadwerkelijk in de uiteindelijke klantoplossing door te voeren. Dus dat maakt ons op dat gebied wel uniek. En daarnaast is het ook zo dat wij ons richten op zowel aandrijftechniek als motion control. Dus wij kunnen klanten oplossingen bieden die variëren van een hele eenvoudige aandrijving tot een bijzonder complexe robotbesturingen. Dus wat dat betreft bieden wij in de markt echt een totaalconcept aan de klant. Oké. Als je nou kijkt naar de mogelijke bezoekers, waarom moeten ze nou in ieder geval bij jullie op de stand langskomen of sowieso al naar Utrecht komen, maar bij jullie langskomen? Nou, ik gaf net al even kort aan waarom wij of op welke manier wij onze klanten kunnen ondersteunen om fit for the future te worden of te blijven. Daarnaast gaan wij op onze klant bijzonder of op onze stand bijzondere aandacht besteden aan de robot- en machinebesturingen van het fabrikaat Keba. Dat is een nieuw fabrikaat. Die hebben we toegevoegd aan onze productenscala. En met deze innovatie zijn wij in staat om onze klanten oplossingen te bieden op het gebied van hele complexe machinebesturingen. En dat varieert dan van eenvoudige enkelassige systemen tot hele complexe besturingen op het gebied van geïntegreerde robotfuncties met 6D-interpolatie. Ik had het net ook al even over het thema duurzaamheid. Dat is ook heel erg actueel op onze stand. We hebben een reeks roestvrijstalen, motoren en motorreductoren. Die hebben we uitgebreid met een aantal nieuwe varianten. En al deze producten voldoen nu al aan de hoogste efficiëntienorm, de IE3. Eigenlijk gaat deze norm pas over 7 jaar in 2017. Dus wat dat betreft kan je echt met recht zeggen dat wij klaar zijn voor de toekomst op dat gebied. En daarnaast laten wij natuurlijk ook alle andere producten uit onze productenscala zien op onze stand. Dus ik denk wat dat betreft dat een bezoek aan onze stand tijdens de industriële week absoluut de moeite waard zal zijn.